Namelijk het nachtjournaal van de nachtburgemeesters was oorspronkelijk de bedoeling van de nieuwe nachtburgemeester van Tilburg. Er is één nachtburgemeester is hier bereid gevonden om ook overdag zijn kunsten te vertonen. Zoals achternaam doet vermoeden is hij gesponsord door een oud frisdrankmerk, dames en heren. Eerst van de dag! Het einde kende ik al. Het einde van alle nachten, ook van alle dagen trouwens. Het ligt vlakbij waar ik woon, om de hoek haast. Het is de begraafplaats aan de Berasweg. Daar ligt het einde van alle dagen en van alle nachten. Daar zal ik waarschijnlijk verdwijnen. Daarvoor heb ik in deze stad al menig rol gespeeld en hopelijk vele rollen te spelen. Ik was hier baby, kind, puber, 20, 30, 40 en nu 50 jaar. Moedermelk gedronken, luiers opgebruikt, koude plaatjes verzameld, eerste kus, eerste meisjespas gevoeld, eerste bioscoopfilm gezien, eerste LP gekocht, eerste popconcert. Alles voor het eerst één keer. Ook de dood zal voor het eerst zijn tevens de laatste keer. Een van mijn laatste rollen van de afgelopen tijd is die van nachtburgemeester. Een functie waarvan niemand een gebruiksaanwijzing heeft. Ja, het heeft met de nacht te maken. De nacht van Tilburg, mijn geboortestad. En zoals gezegd, waarschijnlijk ook mijn, graag gezegd, mijn dodenstad. De nacht vol voetlicht brengen. Dat Tilburg een volwassen stad is waar ook in de verlichte donkere uren veel te beleven is. Dat Tilburg ook onvolwassen kan zijn, weet een ieder ook. Dat mag, dat gebeurt. Kijk maar naar carnaval, of naar het soortje donker lappen elk weekend. Of naar de politiek. Een echte stadse waar, met echte stadse nachten. Het nachtburgemeesterschap, wat doe je ermee? Ik kan meegaan met de nachtbus. Hoe gelukkig onze kinderen toch zijn, hoe goed zij met hun vrijheid omgaan. Of met de surveillancewagen van de politie om te registreren wat er zoal voor onheil plaatsvindt. En met pen en papier me posteren bij de EHBO in de kleine uurtjes. Dit alles heb ik nog niet gedaan. Tot nu toe heb ik enkele exposities geopend en voorgedragen. Omdat ik nachtburgemeester was ik daarvoor gevraagd. Ik heb een aantal columns en gedichten geschreven, gepubliceerd op www.nachtburgemeester.nl. Wie kijkt er los naar? Mooie gedichten, hè? Het cultuur Nexicon, dat ligt hier ter inzage, ik heb een exemplaar aan Frank gegeven, omdat ik hier moet optreden. Het cultuur Nexicon Tilburg 1995-2008 verscheen dezelfde week als mijn aanstand op nachtburgemeester. Goed getimed, zeg u zelf. En het grootste idee heb ik. Het verkozen zetten van een museumnacht. Een evenement dat in Utrecht en Amsterdam al jaren een groot succes blijkt te zijn. De pont, s'nachts open. Ook het textielmuseum, ook de galeries daar in de buurt. Niet alleen kan gekeken worden naar de exposities, ook zal er muziek zijn, jazz en klassiek, ook zal er rondgeleid, ook zal er voorgedragen worden. Wat al niet meer om de eerste editie van de Tilburgse Museumnacht tot een succes te maken. En juist toen ik een stukje geschreven had, kreeg ik nou een e-mail. Een bericht van Tom Wagenmakers, directeur van het textielmuseum, dat begon met de zin, beste Kees, tot op heden hebben Hendrik en ik de museumnacht afgewezen. Ah. Want ze willen zeker geen disco voor jongeren in het museum. Nee, maar dat heb ik er ook niet voorgesteld. Het bericht geeft wel open einde, misschien volgend jaar. We zullen zien. Goed, nachtburgemeester is zowel een geuzennaam als een eretitel. Zo goed is duidelijk. U ziet mij nog, u hoort het van mij. Dank u.